Ja, voorzitter, Groen is voor de oudere partij AOV-Purmerend, maar niet alleen voor ons, voor deze hele raad belangrijk. En dat is ook de reden dat wij in deze raad een beheerplan of iets dergelijks hebben vastgesteld voor het groen in deze stad. En dat is een fantastisch plan waarin het, als het gaat over het terugplanten van bomen, het een en ander is gezegd. En de uitvoering daarvan is, en ik hoor daar ook geen wanklanken over van de collega's in deze raad, prima. Dus ik zou wel een lans willen breken voor het college en de ambtenaren die zich met dat groen onderhoud bezighouden. Want volgens mij doen die dat hartstikke goed. En gaan er geen bomen weg zoals enige insprekers dat wel hebben willen suggereren. Daar nemen wij wel afstand van. En bruggetje maken naar het Kom A7, ook daar, voorzitter, wordt in de visie wel het een en ander over gezegd. De visie spreekt over groen in de Kom A7. En natuurlijk, als daar een hotel komt en er is een ondernemer die wil daar zijn hoofd voor uitsteken, dan zal die ook willen dat het hotel op een fatsoenlijke manier in groen ingebed wordt. Alleen, ja, dat zal denk ik niet het groen zijn wat er op dit moment is. Dat zal op een andere manier aangelegd worden. En zo zal dat voor iedere ondernemer gelden. Ontwikkeling van een gebied betekent nu eenmaal verandering. Ja, en veranderingen die gaan vaak van oude, en dat is op alle terreinen zo. Alleen, voorzitter, als we dan kijken wat nou voor de oudere partij AOV-Purmerend de allerbelangrijkste argumenten zijn om volmondig achter de visie te staan die er op dit moment voor ons ligt. De visie die de basis is voor de besprekingen met de provincie en de regio, die de basis is voor het bestemmingsplan dat wij in de toekomst gaan vaststellen in deze raad. Dan is dat inderdaad die werkgelegenheid. En voorzitter, niet omdat het zomaar werkgelegenheid is. Nee, het gaat juist om werkgelegenheid voor mensen die op dit moment een uitkering hebben. Of mensen die wat hulp nodig hebben om aan het werk te komen. En die sociale kant, voorzitter, is voor de oudere partij AOV-Purmerend van groot belang. Gaat uw gang, meneer Van Damme. Ja, voorzitter, ik vind het fijn dat de heer Rotgans precies weet te vertellen om wat voor mensen het gaat die dan die banen krijgen. Dat is nieuw voor mij. Maar als u mij een sheetje kunt laten zien waar die garantie is gegeven dat die mensen deze banen krijgen, dan wil ik dat graag van u weten. Gaat uw gang, meneer Rotgans, gaat u verder. Nou ja, voorzitter, ik zou tegen de heer Van Damme zeggen, ga eens in een hotel kijken. Dan heb ik denk ik genoeg gezegd. Voorzitter. Gaat uw gang, meneer Verhoogd. Ik vind dat de oudere partij AOV-Purmerend nu iets te gemakkelijk wegkomt. Want als zij zeggen dat het zo, en ik hoorde bij meerdere partijen trouwens die werkgelegenheid, dat wordt heel erg omhoog geblazen. En dat begrijp ik, want wij zijn als GroenLinks natuurlijk ook voor werkgelegenheid. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar niet op die plek. Maar daar ga ik zo meteen nog wel wat over zeggen. Ik zou toch van meneer Rotgans van de oudere partij Purmerend willen weten waar hij dat nou op stoelt eigenlijk. Want om dan te zeggen van ja, dan moet u maar in een hotel gaan kijken. Ja, dat is net zo erg een raadslid met een kluitje in het riet sturen, dan dat je 23 insprekers naar huis stuurt met een rot gevoel omdat er een bos gekapt moet worden. Dus ik zou graag de oudere partij Purmerend uit willen dagen om dan ook gewoon nu even aantoonbaar te maken waar u dat op baseert. Meneer Rotgans, gaat u verder. Ja, dank voor de uitdaging, meneer Verhoogd. Ja, daarnaast, voorzitter, is de uitstraling die ontwikkelingen hebben. Dames en heren op de publieke tribune, laat u de raadsleden uitspreken alstublieft als ze in een betoog bezig zijn. Want dat is heel storend. Voorzitter. Als hun woord niet kunnen. Meneer, ogenblik, meneer Verhoogd, u krijgt zo het woord. Dat is heel storend als ze hun betoog niet af kunnen maken. Dus u graag kalmte daarin. Meneer Verhoogd, u wou interpelleren? Ik zou graag als GroenLinks willen constateren dat de oudere partij Purmerend dus op het argument werkgelegenheid eigenlijk geen argument heeft. Als uw conclusie, mijn conclusie is, ik ga niet op uw uitdaging in, omdat ik u simpelweg, meneer Verhoogd en meneer Van Damme, geen keiharde garanties daarover kan geven. En ik heb er ook geen tabellen voor bij de hand. En dat is ook niet nodig. Het gaat om het idee, het gaat om de visie die erachter ligt. En daar is dit voldoende helder in. Dus voorzitter, dat is voor ons het allerbelangrijkste argument. Naast de inpassing van die ontwikkelingen in het groen en de uitstraling die het voor de stad heeft. En ja, als laatste wil ik toch wel opmerken, voorzitter, dat een aantal partijen misschien wellicht wat makkelijk denkt Over het plaatsen van ontwikkelingen op de Baanstee. Op de eerste plaats moet het binnen het bestemmingsplan van de Baanstee Noord passen. En op de tweede plaats, als een ondernemer geen kansen ziet om zijn nering te runnen op de Baanstee Noord, nou ja, dan gaat hij daar gewoon niet zitten, voorzitter. Dus dan is de keuze voor Purmerend. Wij willen die ontwikkeling wel in Purmerend, bijvoorbeeld in de Kom A7. Of die ontwikkeling komt niet in Purmerend en ook daaraan gepaardgaande werkgelegenheid komt niet in Purmerend. Daarin, voorzitter, heeft de oudere partij AOV-Purmerend zijn keuze gemaakt.